Ja, en dan nu, dames en heren, gaan we gamen. Wat speelt er op dit moment op computerspelletjesgebied? Bram gaat aan de bak met het spel Rain of Bullets. Gemaakt door onze gast Sybren Kruizinga. Sybren gaat zitten. Jij bent... er wordt heel veel games ontwikkeld in Groningen bij Inditopia, onder aanvoering van Mendel Bouwman. Ja, precies. Groningen gamesontwikkelaars. Maar jij komt uit Leeuwarden. Ja. Hoe zit dat nou precies? Ja, Leeuwarden en Groningen zijn twee steden in Noorden. Ja. En gamen in Noorden is helemaal hip. Samen met Leeuwarden en Groningen zijn eigenlijk één ding, ja, samen. Ja, wij werken nauw samen eigenlijk met Mendel Bouwman, sorry. En met Inditopia. En, nou ja. Jouw bedrijfje doe je samen met Friso en dat heet, ja, Critical Bit. Wat voor, klopt, games maken jullie? Wij maken entertainment titels, we maken serious games. Dat is ook helemaal een ding. Wat is serious games precies? Serious games zijn spellen waar je iets van kan leren. Denk aan Grendel Games is tegenwoordig heel bekend geworden. Dat kennen de mensen hier denk ik niet hoor zo goed. Met Underground. En die, sorry, hebben een mensen, spel gemaakt. Ik zal het even heel snel uitleggen. Die hebben een spel gemaakt waarbij je laparoscopische operaties kan oefenen. Laparoscopie, ja. Door in een grot robotjes te helpen. Dus doordat ik robotjes help, kan ik beter leren opereren? Ja, precies, ja. Ja. We gaan gewoon die vingerbewegingen oefenen. Dat gaan we ook wel een keer doen, misschien niet. Maar we gaan nu gewoon een entertainment game spelen. Wat gaan we spelen? We zien hem nog niet trouwens, maar we kunnen hem nu even voorzetten volgens mij. Ja, Rain of Bullets. Rain of Bullets. Rain of Bullets. Ah. En hebben jullie gemaakt? Ja. En wat is het voor jou? We zijn nu anderhalf jaar mee bezig met z'n vieren. Het is een side-scrolling shoot-em-up. En die gaat doen, hè, nu geloof, ja, ik. Hè? Dan draaien we de stoeltjes even om. Kijkt u mee? Ik ga een side-scrolling shoot-em-up doen. Zet hem op, Bram, hè? Gemaakt in Leeuwarden en in Groningen. Oké, gaan we er doorheen praten. Make us proud, boy. Make us proud. Dit is de hangar. Ja? Je kunt even snel een wapen op je schip zetten. Oh, zit standaard. Inventory? Ja. Oké. Okay. Gaat je heel makkelijk een flamethrower. Dat is altijd een fantastisch wapen. Nee. Als je nou met je linkerpookje heen en weer beweegt, dan zie je dat hij... Oh. Ja, en dan kun je hem ergens op je schip zetten. Hier. Nee, dat kan net niet. Dat kan net niet. Iets naar links. Daar. Oh, ja. Oh, wow. Bam. En nu? Dan kun je naar boven weer, naar launch. Nou, dit is fantastisch scherp. We hebben net nieuw helemaal gemaakt. Ja, mooi hoor. Als je weer op A drukt, dan starten we level 2. En waar gaat dit spel over? Dit spel gaat over een arme engineer. Hè? Arme engineer, ja. Hij heeft zijn eigen garage, maar een grote corporatie heeft zijn garage vernield en die heeft er snelweg doorheen gelegd. En speelt zich af in het noorden van Nederland, hè, dit? Soms wel, ja. Soms wel, hè? Oké. Okay. En dan pakt hij maar een vliegtuig en dan gaat hij maar gewoon... als je echt boos bent, dan doe je dat. Ja. Oké. Okay. Spannend, hè, mensen? Ja. Vergeet je shield niet. Hey, oh, nee. Shield. Oh, dat is het. Shield. Yes, daar gaan we. Oké. Okay. Wow. Hoe lang ben je met zo'n... maken van zo'n... Hoppa! Ja, heel goed. Dit gaat natuurlijk goed. Hier, toch duidelijk Noord-Nederland dit. Hey, dit is een flamethrower die meteen... kijk. Ja. Dit is zielig, denk ik. Volgens mij, want die scootjes kunnen niet zo wel doen. Hoe lang ben je nou bezig met het maken van zo'n game? Ja, dat is een... Sybren? Wij zijn hier nu anderhalf jaar mee bezig. En we zien nog zelf. Ik zie direct alweer verbeteringen die we nog aan kunnen brengen. Ja, dit gaat niet goed. Maar op een gegeven moment moet je eigenlijk de stekker eruit halen. En dat is een beetje zonde. Het is een beetje moeilijk om zo'n moment te kiezen. Ja, je moet het loslaten op een gegeven moment. Ja, moeilijk. Ja, het wordt je kind. En op een gegeven moment, ik weet niet, ik heb er geen kinderen. Maar, op zich op een is gegeven moment gaan ze uit huis. Ik ben boos omdat mijn garage naar de klote is. Ja. En wie zijn deze types dan tegen wie u vecht? Ja, dat is een grote corporatie. Die zijn zo boos weer op jou. Dat ze allemaal een heel leger op jou sturen. Toen ik je spel eventjes keek op YouTube, dan dacht ik van dat mijn garage vernield was door... hier. Checkpoint, heel goed. Nu ga ik... Ja, je hebt het goed gedaan. We krijgen even, te zien hoe goed je het gedaan hebt. Niet zo heel goed. Niet zo heel goed, nee. Een D, hè? Een D. Ik vind het aardig voor de eerste keer dat ik dit spel speel. En dan gaan we door, nog een keer. Hoeveel levels zitten hier trouwens in dit spel? Er zitten nu 10 keer 4, 40 levels. En dit spel, dit spel lijkt heel erg professioneel te zijn. Zou dat nou... mensen die gewoon thuis spellen maken of in een bedrijf in Leeuwarden en Groningen net zulke goede spellen kunnen maken als dat je dat zeg maar goed bij de grote bedrijven doet tegenwoordig? Maar je bent natuurlijk maar met een veel kleiner team spellen. Wat gebeurt er nu? Nu krijg je allemaal raketten op je af, maar dat maakt niet uit. Gewoon allemaal neerschieten. Die is wel gevaarlijk. Ja, die is iets groter. Ja.
Maar goed, je kunt net zo spellen maken eigenlijk als een grote game. Ja, maar je bent met een veel kleiner team. Dus, als je spellen wil maken als World of Warcraft, nou ja, dat is denk ik een spel dat heel veel mensen zullen kennen. Daar zitten teams achter. Daar kun je niet tegenop als klein bedrijfje in Leeuwarden. Dus is het spel hoe af is dit spel tegenwoordig nu? Hoe af is het? Ja, het ziet er heel af uit namelijk. Het is inderdaad, nou ja, het is nu nog... Dat gaat goed, hè? Polletje noemen we het. Snijd je dit maar. Je doet het echt goed. Normaal dit. Ja. Heb je ervaring? Ja, ik heb vroeger veel gegamed. Ja? Is het een ticket een beetje? Denk je nou ook wel zin om thuis te gaan spelen? Of is het niet jullie cup of tea, dames en heren? Wees u eerlijk, hoor. Is er een doelgroep of niet? Nee, dat is niet nee. Mensen denken, zitten daar gewoon te kijken. Nee, is niet echt een doelgroep voor. Volgens mij. Ja, het is heel moeilijk om een doelgroep te bepalen of spellen. Maar we mikken een beetje op de mensen die houden van snelle. Ja. Snelle spellen waarbij je snelle feedback krijgt. Dat je het goed doet. Volgens mij werkt het. Ja, en wanneer is dit spel nu te downloaden of te kopen ergens? We staan nu op Steam Greenlight. Wat is dat? Dat is een ik ga even opdraaien, dan kunnen mensen ons zien. Dat is ook leuk. Hallo allemaal. Hoi. Ja. Steam Greenlight is een orgaan voor indie games. Steam is een grote retailer op internet waar je online spellen eigenlijk kan kopen. Ik heb zoveel geleerd vandaag, hè, Friso. Ja. Zoveel woorden. Sybren. En daar staat hij nu en dan moet hij opgepikt worden. Ja, dan moet de community die moet erop stemmen. En als je genoeg stemmen hebt, dan word je door, dan mag je naar de winkel. Eigenlijk een soort van ontwerpen van het seizoen, maar dan voor games. Ja. Oké, prima. en dat kan dus nog wel even duren. Ja, nou ja. We hopen dat het binnenkort erdoor komt. Als iedereen hier stemt, dan moet het lukken. Blijf je nog even hangen. Misschien zijn er toch mensen hier, ook al merkte ik wel een beetje dat mensen dachten wat gewelddadig zo, een paar engineers uit de lucht schieten. Dat we nog even dat mensen kunnen spelen in afloop. Dus dat kan op het grote scherm ook. Hè. Dat gebeurt niet heel erg vaak. Dankjewel. Ja. Sybren van Critical Bit met de game Rain of Bullets. Ondertussen...